Welkom bij de podcast Wie is de Narcist. Allereerst hartelijk welkom, ook als dit de eerste keer is dat je meeluistert. Dit kanaal is gewijd aan narcisme. En in de podcast van vandaag gaan we het hebben over zes tips om narcisme aan een kind uit te leggen. Misschien weet je niet zeker hoe je met je kind kunt praten over een giftige ouder of narcistische ouder. En hoe leg je narcisme precies uit aan een kind? Misschien heb je als ouder. Geworsteld met de moeilijke taak om het gedrag van een giftige ouder aan hun eigen kind uit te leggen. En begrijp je ook dat de emotionele uitdagingen waarmee je wordt geconfronteerd moeilijk kunnen zijn. Het is een reis vol gevoeligheid en complexiteit. Maar je bent niet alleen. Er zijn veel meer ouders die zich in feite bevinden in vergelijkbare situaties waarbij ze proberen. De delicate balans te vinden tussen het beschermen van een kind en het aanpakken van de pijnlijke realiteit van een giftige of narcistische ouder. Vergeet niet dat je als ouder de steunpilaar bent voor je kinderen. Door een omgeving van liefde, begrip en open communicatie te koesteren, kunnen we hen naar genezing en veerkracht leiden. Goed, laten we beginnen en wat dieper ingaan. Op dit onderwerp, zodat jullie met jullie kinderen kunnen praten over hun giftige ouder, wetende dat je de macht hebt om een positief verschil in hun leven te maken. We beginnen met open communicatie koesteren. Je kind bij elke stap ondersteunen. Met je kind praten over hun giftige of narcistische ouder is natuurlijk nooit gemakkelijk. Hoe leg je de situatie uit aan een kind? Zonder over je ex kwaad te spreken. Het is belangrijk om het gesprek met aandacht, aandacht en zorg te benaderen. Door dit te doen kun je een basis van vertrouwen en begrip leggen en je kind ondersteunen bij het uitzoeken hoe, hoe om te gaan met het hebben van een giftige ouder. Het is ook belangrijk om een veilige haven te creëren, comfort en ondersteuning te bieden. Bij het Beginnen van een gesprek met je kind over hun giftige ouder is het van cruciaal belang om een veilige en geruststellende omgeving te creëren. Kies een rustige en gezellige ruimte waar je kind zich veilig en op zijn gemak voelt. Dit kan een slaapkamer zijn, een favoriete plek in huis of zelfs een rustige buitenomgeving. Door een locatie te kiezen die een gevoel van veiligheid bevordert, bereid je de weg. Voor een open en eerlijke communicatie. Laat je kind weten dat dit gesprek een oordeelvrije zone is, waar hun emoties worden gerespecteerd en hun ervaringen worden gehoord. Stel ze gerust dat je er bent om hen bij elke stap te ondersteunen. Moedig ze aan om zich uit te drukken en benadruk. Dat hun gevoelens geldig en belangrijk zijn. Door deze veilige haven te bieden, wek je vertrouwen op en laat je je kind zien dat hun emotionele welzijn een topprioriteit is. Het is ook belangrijk om hun emoties te valideren, empathie en begrip te omarmen. Tijdens het gesprek is het essentieel om de emoties van je kind te valideren, zodat ze zich gehoord en begrepen voelen. Toon empathie en mededogen terwijl ze hun gedachten en gevoelens over hun giftige ouder uiten. Laat ze weten dat het normaal is om een scala aan emoties te hebben, waaronder verwarring, verdriet, woede of zelfs een gevoel van verlies. Luister aandachtig, zonder onderbreking en bied je volledige aanwezigheid en ondersteuning aan. Reflecteer hun emoties door dingen te zeggen zoals ik kan zien dat je je gekwetst voelt als je vader of moeder bepaalde dingen zegt of het is volkomen normaal om van streek te raken als ze zich zo gedragen. Het valideren van hun emoties helpt je kind zich erkend te voelen en stelt hen gerust dat hun ervaringen echt en belangrijk zijn. Vermijd het negeren of Kleineren van hun gevoelens, aangezien dit hun vertrouwen kan ondermijnen en open communicatie kan ontmoedigen. Zorg in plaats daarvan voor een sfeer van begrip en herinner hen eraan dat hun emoties een geldige reactie zijn op het giftige gedrag van hun ouders. Door validatie versterk je hun gevoel van eigenwaarde en toon je niet een soort van aflatende steun. Het is natuurlijk ook belangrijk dat je uitleg, je aanpak op maat is. Dus bij de leeftijd passende uitleg geven, je aanpak op maat maken. Als je met je kind praat over hun giftige ouder, is het essentieel om uitleg te geven die past bij hun leeftijd en begripsniveau. Jongere kinderen hebben misschien vereenvoudigde uitleg nodig die de hoofdboodschap duidelijk en beknopt. Overbrengt. Concentreer je op de impact van het gedrag van hun giftige ouder op het welzijn van je kind in plaats van je te verdiepen in complexe psychologische concepten, zeg maar. Je kunt bijvoorbeeld zeggen: soms gedragen mensen zich kwetsend, zelfs ouders. Het is niet jouw schuld en er is niets mis met jou. Je andere ouder worstelt misschien met zijn of haar. Eigen gevoelens en reageert die af op anderen, ook op jou. Maar onthoud altijd dat je geliefd bent en dat ik er voor je ben. Bij oudere kinderen kun je gaandeweg meer genuanceerde uitleg introduceren. Gebruik herkenbare voorbeelden om hen te helpen de gedragspatronen van een giftige ouder te begrijpen. Leg uit dat giftig gedrag vaak voortkomt uit Diep gewortelde onzekerheden, emotionele worstelingen of onopgeloste problemen. Benadruk dat het gedrag van hun ouders geen weerspiegeling is van hun waarde of karakter. Onthoud dat de sleutel is om uitleg te geven die resoneert met het unieke perspectief en de ontwikkeling van je kind door je aanpak af te stemmen op hun leeftijd geef je hen het inzicht dat ze nodig hebben om door de complexiteit van hun relatie met een giftige ouder te navigeren dit begrip kan hen in staat stellen om gezonde grenzen te stellen en een gevoel van eigenwaarde en veerkracht te behouden ja hoe kun je dan praten met je kind over hun giftige ouders en wat voor voorbeelden zou je kunnen geven. Het beste is natuurlijk om liefde de weg te laten wijzen. Hè? Soms kan het geven van voorbeelden, je kind helpen, de situatie beter te begrijpen en zich ermee te verhouden. Goed, laten we het hebben over enkele voorbeelden om een gesprek te inspireren. Hoe leg je gedragspatronen uit? Stel je voor dat je met je kind gaat zitten en zegt, weet je lieverd, Soms zegt je andere ouder dingen die je pijn doen. Het is belangrijk om te onthouden dat hun woorden niet bepalen wie je bent. Ze voelen zich misschien zelf ongelukkig en helaas uiten ze dat op een kwetsende manier. Maar onthoud altijd dat je geweldig bent zoals je bent. Het is ook belangrijk om grenzen aan te leren. Moedig je kind aan om. Gezonde grenzen te stellen en hen in staat te stellen voor zichzelf op te komen wanneer ze worden geconfronteerd met giftig gedrag. Je zou liefdevol kunnen zeggen: Het is prima om je andere ouder te laten weten wanneer hun gedrag een grens overschrijdt. Je hebt het recht om je veilig te voelen en je hebt het recht om je gerespecteerd te voelen. Je gevoelens zijn belangrijk en ik ben hier om je te ondersteunen. Bij het stellen van grenzen waar je je prettig bij voelt. Onvoorwaardelijke liefde versterken is evenmin zo belangrijk. Herinner je kind aan de niet aflatende liefde en steun die je voor hem of haar biedt, ongeacht het gedrag van zijn of haar giftige ouder. Omhels je kinderen, sla je armen om hen heen en zeg: Ook al laat je andere ouder het misschien niet altijd zien, Weet alsjeblieft dat mijn liefde voor jou oneindig is. Je bent ongelooflijk speciaal en ik ben hier om je alle liefde, zorg en steun te geven die je verdient. Laten we het hebben over een ondersteuningssysteem aanmoedigen, want dat is natuurlijk ook belangrijk. Benadruk hoe belangrijk het is om steun te zoeken bij vertrouwde personen die je kind kunnen helpen bij het. Navigeren door deze uitdagende situatie. Bied een warme glimlach aan en zeg: vergeet niet dat je, dit, dat je dit niet alleen hoeft te doen. Veel mensen geven om je, zoals je familie, vrienden en leraren. Het is oké okay om over je gevoelens te praten en de hulp te zoeken die je nodig hebt. Met je kind praten over hun giftige ouder is een moedige stap om. Hun emotionele welzijn te ondersteunen. Door een veilige haven te creëren, hun emoties te valideren, uitleg te geven die bij de leeftijd past en het concept narcisme te introduceren, rust je je kind uit met de tools die het nodig heeft om door deze uitdagende situatie te navigeren. Onthoud dat terwijl je deelneemt aan deze gesprekken je warme en liefdevolle aanwezigheid essentieel is. Laat je kind je niet aflatende steun, geruststelling en begrip voelen. Weet vooral dat je een groot verschil maakt in het leven van je kind door dit uitdagende onderwerp met empathie en begrip aan te pakken. Je liefde en steun zullen hen helpen naar een toekomst vol veerkracht, groei en geluk. Je bent niet de enige. En samen kunnen jij en je kind of kinderen navigeren door de complexiteit van hun relatie met een giftige ouder, waardoor ze kunnen floreren en gedijen in tegenspoed. Het is nooit gemakkelijk om de complexiteit van menselijk gedrag aan een kind uit te leggen, vooral wanneer dat gedrag invloed heeft op de manier waarop je opvoedt. Maar als je eventuele schaamte over het hebben van een narcist in je leven of gezin kunt overwinnen. zijn er natuurlijk verschillende manieren waarop het uitleggen van narcisme aan een kind nuttig kan zijn. Het zal hen helpen begrijpen wat er aan de hand is. hen beschermen tegen schade. en het zelfs gemakkelijker voor hen maken om te gaan. met wat anders een ongemakkelijke situatie zou kunnen zijn. En als de andere ouder van je kind een narcist is. Is het vooral belangrijk hoe je dit aanpakt? Want hoe vreselijk hun andere ouder ook is, je kind zal zich tot op zekere hoogte met hen identificeren. Je wilt niet zeggen waardoor je kind zich slecht gaat voelen over zichzelf. Nog even de tips, de zes tips die ik heb. Um, hoe narcisme aan een kind uit te leggen... nog even samenvatten. Nummer 1. Houd het simpel. Leg narcisme uit in eenvoudige bewoordingen... die een kind kan begrijpen. Vermijd het gebruik van technische of ingewikkelde taal... die hen in verwarring kan brengen. Leg voor oudere kinderen uit... dat narcisme een persoonlijkheidsstoornis is. Niet alleen een negatieve eigenschap. Vertel je kind... Dat narcisme iets is dat door niemand kan worden genezen, of genezen zelfs niet door jou. Tenminste, moeilijk hè. Het is uh, moeilijk om uh, narcisme, of tenminste, is moeilijk voor narcisme, narcisten zelf om hulp te zoeken. Dus goed, twee. Gebruik voorbeelden: gebruik voorbeelden waar een kind zich mee kan identificeren, maar gebruik niet je eigen persoonlijke ervaringen met een narcist. Je kunt bijvoorbeeld uitleggen dat een narcistisch persoon... altijd in het middelpunt van de belangstelling wil staan... en misschien niet in staat is om de gevoelens van andere mensen te zien of te begrijpen. Je kunt je kind ook helpen narcisme te begrijpen... door films te laten zien met narcistische karakters. Hè, bijvoorbeeld Tangled is een hele goede film. Uh, Moeder Gothel is een overduidelijke narcist... En dat zie je aan de manier waarop ze bijvoorbeeld Rapunzel behandelt. Um, die film is best wel goed om te zien. Want je kunt namelijk zien wat de impact heeft op wat de behandeling van haar moeder. Wat voor impact dat heeft op Rapunzel. En Rapunzel haar eigen kracht vindt en zich losmaakt van de controle van haar moeder. Goed, nummer drie. Benadruk empathie. Leer je kind het belang van, van empathie. En hoe het de emoties van andere mensen kan herkennen. Leg uit dat narcisten kunnen worstelen met empathie, waardoor ze moeilijk kunnen begrijpen hoe anderen zich voelen. Narcisten hebben een opgeblazen gevoel van eigendunk en een buitensporige behoefte aan aandacht en bewondering. Deze kenmerken overtreffen hoe andere mensen zich voelen. Dus het kan de narcist niet schelen. Hoe ze de emoties van anderen beïnvloeden. Door empathie te benadrukken heb je een geweldige kans om je kind meer over dit concept te leren. Empathie is namelijk essentieel voor het opbouwen van gezonde relaties en het navigeren door sociale situaties. Nummer 4. Stimuleer een gezond gevoel van eigenwaarde. Leg je kind het verschil uit tussen een gezond gevoel van eigenwaarde. En narcisme. Benadruk hoe belangrijk het is om jezelf te waarderen en tegelijkertijd anderen te waarderen en te respecteren. En je wilt er ook zeker van zijn dat de manier waarop de narcist je kind behandelt geen negatieve invloed heeft op hun eigen waarde. Laat ze weten dat het niet hun schuld is en dat ze niets verkeerds hebben gedaan door in deze Gezinssituatie geboren te worden. Kinderen moeten begrijpen dat het niet hun schuld is dat de narcist zich gedraagt zoals hij of zij doet en hem of haar behandelt, behandelt zoals, zoals hij is. Narcisten zijn er buitengewoon goed in om mensen het gevoel te geven dat ze schuldig zijn aan hun eigen pijn, maar dit is absoluut niet waar. Help je kind te leren. Hoe hij of zij zich niet moet laten raken door wat de narcist doet of zegt. Je kunt uitleggen dat de narcist andere mensen naar beneden haalt om zichzelf er in vergelijking beter uit te laten zien. Tip nummer 5. Moedig je kind aan om vragen te stellen. Moedig je kind aan om vragen te stellen en zijn of haar gevoelens te uiten. Wees voorbereid om hun vragen te beantwoorden en geruststelling te uh, bieden en ondersteuning te bieden. Als je probeert uit te vinden hoe je narcisme aan een kind kunt uitleggen, is het belangrijk om een sfeer van open communicatie, begrip en acceptatie te creëren. Je kind zal vragen hebben en je wilt ervoor zorgen dat ze zich niet schamen om deze vragen te stellen. Luister zonder oordeel naar je kind en probeer niet de manier waarop het zich voelt te veranderen. Moedig hen aan om de vragen te stellen en eenvoudige en relevante uh, antwoorden te geven. En tip nummer 6 nogmaals is: stem je uitleg af op de leeftijd en het begripsniveau van je kind. Jongere kinderen hebben misschien eenvoudige uitleg nodig, terwijl oudere kinderen complexere concepten misschien wel aankunnen. Als je niet zeker weet hoeveel je kind echt zal begrijpen, houd het dan simpel, net als tip nummer 1. Naarmate je kind de concepten die je uitlegt begint te begrijpen, kun je beginnen met het toevoegen van meer details. Maar zelfs als je kind ouder is, moet het niet overstelpen Woorden met uitleg. Over het algemeen moeten ze gewoon begrijpen dat narcisten prioriteit geven aan zichzelf en mensen behandelen op manieren die ze niet verdienen om te krijgen wat de narcist wil. Waarom is narcisme uitleggen aan een kind belangrijk? Kinderen van narcisten groeien vaak op met het gevoel verwaarloosd, onbemind en emotioneel achtergesteld te zijn. Narcistische ouders geven vaak voorrang aan hun eigen behoeften en verlangens boven die van hun kinderen, wat leidt tot een gebrek aan emotionele afstemming, validatie en ondersteuning. Als gevolg hiervan kunnen kinderen van narcisten worstelen met het gevoel van eigenwaarde, moeite hebben met het uiten van hun emoties en moeite hebben om gezonde relaties aan te gaan. Ze kunnen ook onaangepaste copingmechanismen ontwikkelen, zoals mensen behagen, perfectionisme creëren of zelfsabotage. Het is belangrijk voor kinderen van narcisten om gezonde copingmechanismen te ontwikkelen en om grenzen te leren stellen aan hun narcistische ouder. Door prioriteit te geven aan hun eigen behoeften en welzijn kunnen kinderen van narcisten de cyclus van Dysfunctioneren doorbreken en een bevredigend leven voor zichzelf opbouwen. En dit betekent dat je je kind moet helpen begrijpen wat er echt aan de hand is, in plaats van dat ze het zelf proberen uit te zoeken, wat ertoe kan leiden dat ze zich de manier waarop de narcist hen behandelt internaliseren en zichzelf de schuld gaan geven. Ja, hoe om te gaan met de narcist als ouder. Het is één ding als het gaat om het uitleggen van narcisme aan een kind en een ander als het gaat om hoe je met de narcist omgaat. Wanneer de andere ouder van je kind narcistisch is, is het een gecompliceerde jongleeract tussen voor jouw kant van de dingen zorgen en voor je kind zorgen. Maar beide kanten aanpakken is nodig. Om de situatie voor je gezin te verbeteren. Als je niet zeker weet hoe je met een narcist moet omgaan, zijn hier een aantal tips om je op weg te helpen. Allereerst geef ze geen aandacht. Als een narcist gemeen is of je kind voor de gek houdt, reageer niet en geef ze geen aandacht. Misschien heb je zin om voor je kind op te komen natuurlijk en het te verdedigen, maar dit zal de zaken op de lange termijn. Alleen maar erger maken. Als je zin hebt of de behoefte hebt om te reageren op een, op een opmerking van iemand met een narcistische persoonlijkheidsstoornis, houd er dan rekening mee dat al het, alle kritiek voortkomt uit hun eigen problemen met zichzelf en niet iets over jou of je familielid, vriend, partner, collega enzovoort. Ze projecteren hun Eigen gevoelens op anderen, zodat ze die gevoelens niet zelf hoeven te verwerken. Als iemand iets negatiefs over je zegt, maak dat niet uit, want de negatief, negatieve dingen die ze zeggen zijn sowieso niet waar. Onthoud, narcisten liegen altijd als ze anderen proberen neer te halen. Dus geloof niet wat ze zeggen, tenzij er hard bewijs is dat dergelijke bewe beweringen. Uh, Ondersteunt. Dus houd de focus op je kind, niet op de narcist. Als je met je kind over de narcist praat, concentreer je dan op je kind. Praat niet over hoe de narcist je laat voelen of wat ze je hebben aangedaan. Praat in plaats daarvan over wat je kind voelt en nodig heeft. Praat over hun sterke punten, hun interesses, persoonlijkheidskenmerken, die allemaal belangrijk, belangrijke onderwerpen Onderdelen zijn van wie ze zijn als persoon, onafhankelijk van de acties van anderen. Onthoud dat jij niet verantwoordelijk bent voor het gedrag van de narcist. Het is belangrijk dat je jezelf niet de schuld geeft van het gedrag van de narcist. Onthoud dat zij verantwoordelijk zijn voor hun eigen gevoelens en acties, niet jij. Je hebt misschien het gevoel dat je alles hebt geprobeerd om ze te helpen inzien hoe ze zichzelf en anderen pijn doen. Maar vaak is het beste wat we kunnen doen, weglopen van giftige relaties en ze hun lessen in hun eigen tijd te laten leren. Ja, lieve mensen, ik hoop dat het een interessant onderwerp is geweest voor vandaag. Ik heb deze comment heel vaak teruggezien in de commentbox via het YouTube kanaal van Goh. Hoe leg ik het uit aan mijn kinderen dat mijn narcistische partner of ex-partner narcistisch is? Ja, je zegt natuurlijk nooit van mijn je moeder is een narcist, je vader is een narcist. Zo werkt dat niet. Dus ik hoop dat het een interessant onderwerp is geweest voor vandaag, lieve mensen. Als dat zo is, laat je comments achter in de commentbox via het YouTube-kanaal Wie is de Narcist. Bedankt voor het luisteren voor vandaag en tot de volgende keer.